Roep wat op te maken. George Ox maakt kolen. Dikke niet kapot. Want dankzij DG kunnen we weer de pot. Hollario, ja, hollario. Nou, oké, dat was het. Guns, om het ijs te breken, hoe was Valentijnsdag? Of was het Valentijnsdag? Ja, zoals altijd bij mij en Lucas, maar die ga ik onthouden. Heb ik misschien volgend jaar wel een date. Volgend jaar wel een date. Wij hebben morgen een date in Almelo met 11 mensen uit Nijmegen. Ja. Leg eens even uit, hoe zit dat? Nou ja, onbespeelbare velden. Maar wij gaan dus spelen in het stadion van Heracles, Erve Asito. Veel over te doen, moeten we tegen NEC woensdag om 16:30. Ja, daar kan toch niemand bij zijn, maar aan de andere kant, mensen willen het wel graag zien. Tuurlijk. En ja, goed, het is niet anders, Lucas. We willen toch allemaal, we willen toch alle wedstrijden op de televisie zien. Dus dan moet je wel wat schuiven in dat programma. Dus ik heb er wel begrip voor. Het is een lastige tijd, maar ik denk dan ja, het is als woensdag. De meeste mensen hebben toch vrijgevraagd, neem ik aan. Normaal gesproken, als je kaarten gaat, nou, nu kun je dus lekker met een potje bier. Want ik neem aan dat de mensen nog wel dorst hebben. Ze hebben de afgelopen dagen niet kunnen drinken. Nu kun je lekker met een potje bier naar ons clubje gaan kijken. Nou, is dat ook prima. Moeten we het nog over die wedstrijd tegen Utrecht uit hebben? Utrecht uit kun je toch gewoon verliezen? Natuurlijk wil je hem liever winnen. Maar ik vond het een paar opvallende momenten, wil ik even uitlichten. En dat heeft toch met name te maken ook met de scheidsrechter. Ja, ik vind dat je, hè, als Nijhuis zijn, die fluit niet voor die hensbal. Nee. Dan wordt hij vervolgens naar de kant geroepen om te gaan kijken naar die hensbal. Dan loopt hij om een sip gezicht het veld in. Een beetje theater. Ja. Want hij zegt daarna ook nog tegen Danny Bos: ja, ik wil hem eigenlijk niet geven, maar dan moet je hem niet geven. Dan moet je hem dus inderdaad gewoon je hoeft niet hem geven. Niet te geven. Want volgens mij staat die A van VAR voor assistent. Ja, jij bent de baas op het veld en die andere is de assistent. En vervolgens aan de andere kant, ja, als jij niet ziet dat dit een overtreding is op Giacomakis. Hallo. Dan moet je even naar Stufjes gaan. Ja, dat bedoel ik. Hey, van mij mag hij hem lenen hoor, want die zag Stevie Wonder nog. En daar gaat hij dan ook naar de VAR. Nou, uiteindelijk neemt hij dan wel nog de juiste beslissing. Maar hij zag het toch twee keer niet helemaal goed. Dit is dat Kiersbaum, die overigens geweldig keept. Hè? Ja, dat hij die penalty pakt. Niet alleen, ook die andere ballen links, rechts. Iedereen zegt, oh ja, je hebt zo'n pech dat ze op de paal op de lat schieten. Hij zit er twee keer aan waardoor die bal op de paal valt. Precies. Hè? Ik vind het prima. Je had het net al met de trainer over Pinanti. Die hangt nog steeds in de kruising daar. Oh, wat dat is niet te doen. Onder het woordenboek bij Pinanti staat vanaf nu een filmpje van Gio Marcus die hem zo erin schiet. Normaal gesproken heb ik een hekel aan dat volk wat die bal neerlegt. Luxe anderhalf pasje achteruit doet en hem bijna uit stand neemt. Want ik denk dan altijd, met mijn niet voetbalverstand, ik kan ze geen kracht aan het schot geven. Nou, goeiedag schotel. Hans, ik had het er met Funs even kort over en nu wil ik het er met jou iets langer over hebben. Utrecht uit 1-3, kan gebeuren, mag je verliezen, noem maar alle clichés, is het zo? Het was maar 1-3 geweest. Ja, 3-1 dan. Hij is scherp, hè? Ja, hij is goed. Nu wel, hè, zeg ik. Ja, zonder niet. Want tijdens die wedstrijd was je aan het slapen, hè? Zondag niet, ja, dat klopt. Nee, maar hoe was het? Nee, het is gewoon wel de eerste fase wat lastig. En geven gewoon 2-3 kansen weg, wat gewoon niet mag en ook niet bij ons hoort. Maar ja, oké, we kwamen uit een moeilijke week, hè. Wel met elkaar allemaal fit, maar twee keer in de hal geweest, op kunstgras, kwamen we daar. Het was niet trainers zoals je gewend. Nee, maar ook het veld was heel erg zwaar en daar hebben we ook last van, maar oké. Maar daar hadden we het best last aan. Maar goed, dan kom je gewoon doorheen en door die eerste 5 minuten, die krijg je gewoon tegen. Beetje mazzel, Torsten pakken, geweldige penalty. Ja. Had hij ook goed bestudeerd met John. Ja, en dan hebben we de kansen met natuurlijk dat Sizou. Het even niet begrijpen. Jawel, want wij hebben de beelden ook nog eens teruggekregen. En dat je denkt van ja, misschien pakt hij hem dan af. Maar het is gewoon een moment dat hij gewoon Tasos niet gezien heeft. Kan. En maar misschien als Tasos wel roept. Maar oké, dat is nou eenmaal voetbal. En dan hebben we nog een moment dat hij te snel schiet. Terwijl we misschien denken, even door dat we misschien een penalty krijgen. Dan lees ik ze in de krant heel flauw zeggen dat we naar de nonnen in Vught moeten. Heeft het er dan echt mee te maken dat het Grieks nee ja betekent? Is dat wat misgaat? Nee, dat is gewoon gelul, weet je. We spreken allemaal de voetbaltaal. En ze spreken allemaal Engels. Dus dat is het niet. Nou, dat neem je mee en dan de wedstrijd aan NEC. Naar morgen toe. Ja. En iedereen zegt maar van ja, NEC, dit en dat. Nee, die staan ook gewoon in de kwartfinale. Klaar. Die hebben Fortuna uitgeschakeld. Wij niet. Die moet aan de gang. En die gaan morgen er ook met volle vertrouwen in. We spelen allebei op een andere ondergrond dan we gewend zijn. We spelen ook normaal gras, wij ook.
Dus we hebben daar ons wel weer op voor kunnen bereiden. Omdat het, de gemeente hier ook weer alles keurig schoon heeft gemaakt voor ons. Hè, dat we hebben kunnen trainen. Ja, en morgen moet je aan de bak, jongens. En met, uiteindelijk met volle overgave en passie. Je maakt er niet zo vaak mee dat je de halve finale kan bereiken. Nee, dus, wij zeker niet. Daar is iedereen wel van bewust. Dus, En tegen NEC, ze verliezen afgelopen week gewoon met 2-1 van MVV. Ja. En MVV, die zijn slecht. Die zijn slecht. Zeker nou schooien daar vertrokken. Hè. Daar loopt echt als, ja, helemaal niks meer. Nee, dus daar loopt wij moeten in principe gewoon winnen van NEC. Ja. Dan mogen we, mochten we dat halen, even een klein voorschotje nemen. Trainer durft dat niet, wij durven dat wel. Dan moeten we eerst de warming-up wedstrijd tegen Vitesse. Voor de competitie. Maar ja, die neiden we aan met Veerij naar het Huske toe. Ja, dus en die kun je winnen. En dan mag je de halve finale tegen. Want we weten al dat we, mochten we het halen, tegen Vitesse spelen. MVV, die zijn slecht. Maar Vitesse de afgelopen weken... nadat ze hier zijn afgedroogd. Oh. Niet meer goed hoor. Nee. Goed, dat dus allemaal van heel ver weg. Maar eerst, morgenmiddag, let goed op. We mogen er wel niet naartoe, maar kijken kunnen we zeker. Morgenmiddag, 16:30. NEC, VVV, in Almelo, voor een plek in de halve finale. Ik heb er zin in. Ik zeg gewoon keihard 1-3 fun. Ik zeg 1-3. Halve finale, here we come. Sowieso. Geen probleem. That to be that.